Nou, we zijn aangemeld. Goedendag allemaal. Welkom bij een nieuwe vlogje van Frans-Duits. We gaan iets doen. Ik wilde eigenlijk haren laten implanteren. Nou, ik ben nog net niet kaal genoeg. Maar een vriendin van mij, een hele goede vriendin van ons, die doet permanente make-up. Dus wat gaan we doen? Tatoeëren. En geen mooie plakplaatjes. Maar hier, waar vroeger die zwaailamp heeft gestaan, dames en heren. En deze inhammetjes. Ik weet het, ik word ouder. Dus we gaan naar PMU. Kom, hier. Hallo, goedemorgen. Goedemorgen, hallo. Alles goed? Lekker, maar wel een klein beetje zenuwachtig. Snap ik. Ja. Is niet nodig. Nee, dat zeg je. Ja, je weet de weg, hè? Ik weet de weg. Ja. Hey, we gaan kijken voor verdikking van je haar. Ja. Of hoe noem je het nou? Sculpt en dan? Het is Scalp Micropigmentation. Eigenlijk wat we doen is in plaats van een haartransplantatie wat gewoon best wel risico's met zich meeneemt, maar ook een lang traject heeft met herstellen en dat soort dingen, kun je eigenlijk met 2-3 sessies kun je een vollere haardos visueel creëren, zeg maar. Ja, het zijn stipjes, het zijn geen streepjes. Nee, het zijn hele kleine stipjes. Okay. Ja. Ja. En ik hoef niet kaal. Je hoeft niet kaal. We gaan hem heel mooi natuurlijk gaan we hem dotten, zodat hij eigenlijk gewoon wegvalt in jouw. Zodat hij mooi. Niet meer opvalt. Nou. Goed, alles uit behalve oorbellen? Of hoe werkt het? Ja. Oké. Okay. Ja. Dat zou hij wel leuk vinden. Jij mag gaan liggen. Op mijn buik of op mijn rug? Eigenlijk. Ga maar op je rug liggen. Oh, ja. Dat hoor ik heel graag. Ga maar even op je rug liggen. Oh, lieve missie. Zo, is dit een mooie uitzicht zo? Kijk, wat we gaan doen is eigenlijk... Ik heb geen idee wat ik kan zien. Nee, maakt niet uit. Maar hier zien we dus door de lichtinval zien we eigenlijk je hoofdhuid. Mm-hmm. En daardoor... ziet het er wat minder dun uit. Ik ga hier tussen, ga ik al mijn hele kleine pixeltjes zetten. Die waaier ik uit tussen je eigen haren. Ja. En wat je dan krijgt, is een mooie donkere inkijk. Dit is het. Nou, dat valt mee of niet? Ben je al begonnen? Ja. Nee, het is net of dat je een beetje harder op je hoofdhuid borstelt. Ja. Zeg maar. Ja. Ja, nou mensen, we zitten zo'n beetje halverwege mijn achterhoofd nu. Maar het valt me heel erg mee, moet ik zeggen. Dus en ik ben heel benieuwd. Ik wil zo meteen wel een foto zien. Of dat het beter wordt of niet. Ja, ik ga heel eventjes... ik heb het toch een beetje warm gekregen. Ik moet zeggen, het valt me erg mee. Dus zo heel spannend als dat ik dacht dat het was, is het niet. Het is echt prima te doen. Maar ik heb het bloedheet, dus ik ga even een shirtje aantrekken. Dat hij dus... een inkijk heb en daardoor lijkt hij kaler dan dat hij daadwerkelijk is. Maar misschien dat ik hem hier toch een heel klein beetje uitbreid. Ja, ik zou dat iets uitvallen. Even kijken of dat hij... Dat is een rustig zitten. Zo, ik ben zo'n kip. Ja, daarom moest je eten mee. Kijk, en nou is nog wat rooier. Kijk maar eens. Ik zal je kruin even zo goed doen. Nou, sessie 1, dames en heren. En volgens mij kunt u het al wel een beetje zien. Tenminste, wat ik net op de foto's terugzag. Dus dit gaat goed. Ik ben blij. Je voelt het een beetje. Maar het is niet zo dat je zegt van, het doet echt zeer. Gewoon de tato, à la deze, zeg maar. Dat doet meer zeer. Dit is een beetje geïrriteerd, maar achterop voel ik het al bijna niet meer. Dus lekker, op naar sessie 2 en 3. Hashtag Flowcure Frans Duits. PMU, Tiel. Zeg ik, wat is jouw URL eigenlijk? PMU for you. PMU for you. .nl. .nl. Ik wil niet meer. Dat neem zo. Ja, oké. Okay. Cool. Zo. Ik geef een paar keer nu doet en jou doen. En niet naar mij. Lig je zo lekker? Of nou, niet echt, hè? Nee. Oh, die heeft bloed. Hey, ik heb een shirtje aan het trekken. Wil je me gewoon even aankijken? Dat ik even kan kijken. Zeg nou niet aan jou. Kijk maar aan dat ik even goed kan kijken. Ik ga hem toch iets uitbreiden. Ik ga hem ietsjes meer hierin zetten. Au. Ja, dit puntje gaat erbij. De andere kant ook dan. Maar ik zou hier, want nu is het net alsof er hier zo'n... Mag ik even koffie aan doen?
knoeien. Ja, dat doet veel aan. Ik ga je zin doen. Aan wie moet ik nou kijken? Ik weet niet meer naar wie ik moet kijken nou, hoor. Degene die thuis is. Dus. Ja. Ja. Hij is een beetje scheef, hè, nu, hè? Ja, maar hij, ja, dat was ja, maar dan heb ik altijd nog wat. Ja, maar dat maakt niet uit. Ja, ik ga hem hier ietsjes... Hij wijkt ook een beetje af naar links. Dit. Ja, klopt.